Hey, what's that now? What is dit? Ja, hier moet ik wezen, jongens, hè? Oh, Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hallo. Mooi. Oh, we moeten het met jou doen vandaag. Oké. Okay. Ja. Nou, moeten succes, we maar. Kon er echt niemand anders? Nee, Stenel, nee, dat kon niet. Echt. Ja, dus gezellig. En dit, en dit duurt werkelijk, ja, jongens, de hele dag? Ja. Oké, daar ben je. Ja. Nee, Marcel, welkom, jongen, bij het programma. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik heb er zin in elk geval. Jullie ook? Ja, heel vaak is met tv gedaan, toch? Maar dit niet, dit is voor mij totaal, hè? Dus ja? ik ben heel benieuwd. Wat gaat zo met Jan en Martijn, die gewoon op pad, provincie in, en wat er gaat gebeuren? Geen ik heb nou idee. Echt nog geen enkel idee, maar ik ben er wel klaar voor. Dus kijken of je het busje kan starten. Dit is wel heel lullig. Dat moet even over hebben, of niet? Ja, ik ging vanmorgen weg en zondagmorgen is het mooiste iets, gewoon een rustige ochtend bij ons thuis. En ik dacht dat ik de sleutels nog niet had en blijkbaar heb ik te veel metgenomen. Dus vrouw en kinderen zitten nou thuis zonder huissleutels, zonder autosleutels, die kind gaan kaan op. Nou, dus als terug, ja, als we eerst even staat knokken in de hoorn. Ja. Ja, doe maar even, anders krijg je ruzie. Deze bus past elke nog. Nou, top. Kom maar op. Dan gaan we. Moet je ons in te halen, joh. Yes. Nee, dat zijn toppers, hoor. Hoi. Hoi, jongens. Hoi. Hey, hoe kreeg ik dat spijgeltje? Zo zeg maar. Niet doen. Wat? Valt hij eraf? Ogen zo, via de kielster achterweg naar Knol? Lijkt me wel. Ja? Rechts erop. Nou, dat heb jij weer, Marcel, hè? Hé, hey, brug ook. Ja. Maar, het is vandaag niet erg. Het is zondag, ja. Mooi. Begon je naar touw? Begon je in? Zuid-Lodermeer. Dijk aan op. In mijn gradenhuis. Het zijn toch Duitsers? Succes, ja. Toch... ik geloof dat het Emden is, EMD. Ja. Alleen Beerten staat er achterop. Maar ze praten wel Duits. Ja. Beerta. En ook in een grunnige vlag. Grunnig is dat Duits praten. Huurbootje. Huurbootje? Denk ik. Ja. Zoals wij een huurbootje. Ze waren aan de hele dag een beetje autootje uit, autootje in. Gezellig, man. Leuk, hè? En goud van de rogge. Ik vind dit wel een beetje rooi, ja, moet ik die microfoon maar op, want ik mag hem nooit iets drinken vastlopen. Nee, leg maar neer zo. Ja. Ik vind het zo ook zo. Heel elegant dit. Ja. Ja. Hoge zand op zondag. Goedemorgen. Morgen. Hoe sterk is de eenzame fietser? Bepakt en bezakt. Ja. Mooi. Ik ben een lange afstandsfietser. Ik ben 3 weken geleden teruggekomen van een reis die begon in Thessaloniki, Griekenland. Yes. En eindigde in Slovenië, in Ljubljana. En hoeveel kilometer was dat? 1905. Zo. Ik ben heel Europa door geweest. Wauw. En sinds wanneer? Wanneer is dat ontstaan? Oh, een jaar of 8 geleden. En helemaal in je uppie? Ja. Ja, mijn vrouw is overleden, dus ik was alleen. Ja, en dan moet je toch iets leuks bedenken. Als bejaarde moet je wat voor je lichaam doen, je moet wat voor je geest doen. 21 augustus, dan stap ik weer op de fiets. Dan rijd ik een stukje Slovenië, Kroatië tot Zagreb. En dan in noordoostelijke richting Kroatië, Hongarije. Dan Slowakije door, Polen. En ik hoop te eindigen in Gdansk aan de Oostzee. Dit klinkt als topsport. En daar blijft mijn fiets dan de winter over staan. Maar alles dus helemaal alleen na het overlijden van uw vrouw 8 jaar geleden? Ja, ja, nou ja. Ik, Ziet u nog weer een nieuwe relatie in de toekomst? Nee. Nee, nee hoor, dit bevalt me best. Ja. Dit bevalt, ik zeg tegen mijn dochters altijd, ja, ik heb mijn relaties met mijn fiets. De Tour de France, dat is knap. Maar wat Joop Bakker doet? Nou, weet je, het is, ik ben 76. Ja. En het is een kwestie van nu of nooit. Of je doet het nu, of het komt er niet meer van. Nou, ik doe het dus nu. Succes, hè? Jo, hoi. Goeie reis. Wat een fantastische man. Dat is toch geweldig? Ja. En is die vrouw overleden, nacht geleden? Hij pakt zichzelf op en hij zegt van ik ga dit doen. Te blijven. Ja, absoluut. Respect. Top. Hoi. Wat gebeurt er, Jan? Ik weet niet, ik zie een soort van haspel daar staan.
een vrouw. Kijk. Oh, ze ben wat aan het planten, denk ik. Oh. Even tonen. Mag dat trouwens wel? Mag dat? Ja, toch? De dreugde op Kiel. Ik ben geen Groninger, hoor. Oh, dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. We praten ook gewoon Nederlands. Okay. Ja. Maar water uit diep, zeg maar, om de tuin te besproeien? Nou, we hebben een vijver. Oh. En daar zitten vissen in. Dus het water wordt nu duipeld om de vijver bij te vullen, zeg maar. Ja, onder andere. En ook om de planten niet te laten sterven. Nee, dat is logisch, maar je hebt er nogal wat. Ja, precies. Hoeveel vissen zitten erin? Een stuk of 20. Kooikapper? Nee, goudwinders. Maar die zijn nou naar de bodem, dus 1,5 meter diep, tegen de reigers. Ja, ze bent bang van ons? Ja. Ja, precies. Ja, en van het water, hè. Dus dan duiken ze weg. Ja. Maar jullie zijn niet geboren en getogen hier, hè? Nee, we hebben 25 jaar in de stad gewoond. Ja. En recent hier naartoe gekomen, omdat het hier zo prachtig is. Voor de rust. Voor de rust, ja. Jullie wonen hier pas 1,5 maand? Ja, joh. Oh. We zijn net klaar een beetje binnen. Zo? En toen dachten we, oh jee, de tuin. Oh jee. Oh, als je hier 1,5 maand woont, dan heb je vorige bewoners de tuin goed achtergelaten. Zeker. Dat hij werk aan gaat, zeg maar. Ja, ja. Maar op Kiel mag je gerust op zondag sproeien dus? Ik dacht van wel. Ja, ik heb nog even gekeken, maar volgens mij is er geen verbod. Ja, ja. Nee, als het zo doorgaat, dan komt dat ongetwijfeld nog wel een keertje. Maar... Ja. Nee, maar ook de zondag op Kiel maakt ook niet uit. Oh, nee, dat geloof ik niet. Nee, nee. Nee, de buren die zeiden, dit moet je doen. Ja, dat is een goed idee. Ja. Nou. Een stuk richting Hogeveen doen ze het allemaal. Ik vond Kielse duip al zo leeg, Jan. Ik vond die laatste pijl inderdaad wat laag, ja. Ja, dankjewel. Jullie ook. Ja, ben jij gewoon de auto? Nee. Het water staat echt leeg, hoor. Ja, wel, hè? Kielse duip. Ik reken als we hier vanochtend weer langskwam. Ik denk dat het rabbi is. Op zelfs. Ja. Kan de bodem zien. Ja. Wat gebeurt er op? Wielrenner? Wat zie? Nee, er wordt uitgezaaid door zijn vrouw, denk ik. Oh. Succes, hè? Hoi. Vraag wat doet zijn vrouw dan de hele dag? Niet? Ja, weet ik niet. Is dit zijn vrouw? Zie je? Nee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dus heeft hem uitgezwaaid? Ik heb hem niet uitgezwaaid. Even een talk, hè. Huh? Dus ik ga nu beginnen met mijn route. Dan kan ik lekker rennen. Ja, ja. Oh, okay. En dat met dit weer? Ja. Ja, je moet wat doen, hè. Ja? Ja. Jammer. Hoeveel kilometer? 8. Klein beetje. Oh, dat is te doen. Ja, okay. Ja. Ja. Even weer de conditie op peilen. Heel goed. Heel goed. Ja. Nou, niet uitgezond, toch? Nee, natuurlijk niet. Nou, veel plezier. Jouw apart, Marcel. Ja. En dan belanden we in Drenthe. Ja, er is echt. De Kielstrachtenweg is hier 50 meter rechterkant. Ja. Dus dit is. Ja, Eeksterveense Kanaal. Eeksterveense Kanaal, ja. Okay. En hier zag ik net een man die is bezig met zijn camper. Ja. De luifel eruit. Oh. Ogen drukreiniger erbij. Dus dan is de vroeg. Komt er net terug. Of gaat die wat? Of morgen nog weg. Precies. Ja. Goedemorgen. Zo. Ik mag hem schoon om weg te gaan. Eén voor de bar maken, één bal een beetje fris maken. Kijk. Eén bal een beetje ski maken. Waar ga je dit? We wilden gewoon nog richting Duitsland. Ja. Morgen in Duitsland. Duitsland we gaan eerst Koblenz en een beetje richting Kochem en richting Bodensee. Oh, en misschien richting Oostenrijk, maar als het mooi is, dan blijven we ergens. Ja. Dat is voor daar van zo'n campertje. Ja, dat is mooi. Ja. Hoe lang is het maar? We hebben nou net een jongen. Bevalt? Ja, we vinden het fantastisch en mooi. Ja, we hebben altijd een bootje uit, maar we vinden het veel mooier. Ja, veel vrijer. Ja. En wie? Dat bestuur en de vrouw? Ja, en beide hondjes. En de beide hondjes? En de beide hondjes, die gaan ook meer. Ja. Matthijs, als jij vooraan gaat met die dikke hond. Ja, doe maar. Oh, dat is de eerste. Oh, ja, pak hem maar. Hoi. Hoi. Ja, hier. Hallo. Hey. Oh.
Ze bent al enthousiast, Jeanette, hè? Ik ben zo. Waar bestoen dan trouwens? Onze dekbedden nog. Op de matras even naar. Voor een camper. Voor een camper. Ja, even voor de camper nog. Ja, die jongen was in de vakantie volgens mij. Jawel, ja. Jawel. Ja, maar die mag nog 14 ogen, dus ja. Ja. Zo. Ja. Ja. En wel eens het mooiste hondenlijf hebben van je borden? Alle borden. Ik ook. En dat is ook wel mooi, hè? Zo'n stoere kerel met tatoeages. Maar er staat een hele mooie spreuk op. Ja, laat eens zien. Heel duidelijk. Pluk de dag. Ja. En wel zo'n door trouwens op binnenkade? Die ben mijn pa moe. Ja, ja. Waarom is dat doen? Oh, zomaar voor mooi. Ja, ja, ze leeft nog wel. Dat, ja, kist er beter vuur in. Al van pa en moeder trouwens deze. Die vond het mooi. Ja, die vond het mooi. Ja, 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 ja. Het is wel iets bijzonders, hè? Dat, Oh, en ze? Wil mijn handje. Ja. Wil mijn handje hebben. Ja, wil mijn handje. Ja, ik heb ze alle dagen bij mij. Ja. Mooi. Hoi. En de brug waarin? Ja, ik zie hem al. Nou, zet hem op, hè. Marcel? Ja? Voor mij doen we iets verkeerds. Godverdorie, dat is een serieus bootje. Zo. Past hij wel? Waar gaat de reis naartoe? Groningen. Dat is nog een stukje. Topdrokte verdorgen? Ja, hè, topdrokte dacht ik wel. Dat is ook niet verkeerd. Nou, hier, ze verstopt zich, hoor, kijk. Ja, ja, ze verstopt zich. Ja, we hebben niet al zijn, hoor. Spot. En een hond. Hoi. Hoi. Kijk, en de volgende. De taakverdeling is altijd wel overzichtelijk, hè, bij op zo'n bootje. Kijk. Ja. Hoi. Hoi. Waar gaan we naar touw? Groningen. Ook Groningen. Heel goed. En waar komt hij vandaan? Enschede. Enschede. Hartstikke goed. Ja, hoor. Veel plezier. Plezier, hè. Hoi. Ja, maar familie, hoor. Die hebben familiedag. Kijk, familiedag, mijn bootje. Ja, hè? Ja, knikde. Nee, echt familiedag? Woon die bij elkaar? Nee, toch? Ja, woon die bij elkaar. Ja, dezelfde bootje, hè? Dat is een familieboot. Die zitten bootjes in een Joden en een familie. Okay. In Enschede. In Enschede zit zo'n fabriek met die bootjes in. Ja, weet jij weer. We gooien de touw? Boken, boken te zien? Zoetlademeer. In mijn karadehuis. Is schön daar. In mijn karadehuis. Ja. Super. Is er maar druk mee. Ja, gezellig. Heb je de naam gezien, ja, van dit bruggetje? De naam van het bruggetje? Nee, niet op les. Nee. Ja. Het moet een naam hebben dan. Ja. Ja, mooi, hè? Het bruggetje. Oeh, kijk, Scorpio komt eraan. Weer doet ze. Ja? Ik denk ze horen meer. Ik zei? De Scorpio. Ook mooie grote. Mooi. Deutsch. Hoe gaat het heen? Dacht ik wel. Iemand Gradaus. Ja? Oké, super. Ik zeg niks meer. Ik ben wel druk op zo'n Laren meer. Ja, voor mij ook. Mag ik hier ook weer down of rest hier? Pas hem ook weer down. Kom maar even, pas hem weer down. Oh. Nou, dan gewoon mee helpen. Het is een mooi stabiel bruggetje trouwens. Prima. Oh, kijk. Op de brommer. Hendeltje. Hendeltje. Dit kan erop. Ja. Oh, zo kijk ik hem leus draaien. We gaan er soepel, ja. Ik wil net zeggen, kijken we uit met je rug. Doe ben jullie. Ja, het is, goed, dit wil nog. Ja, ik hou wel in de gaten. Hè. Maar kijk, hij staat aan de verkeerde kant. Maar hier hebben we hebben 33 bruggen hier, hè? In 3 sluizen. Oh, gaat het nou in die maakte? Zij melden daaraan of zo? Ja, wie kreeg van Stadsgenoot hebben we bericht. Ja. En die belden ons op, zo'n boot komt eraan. Nou, en dan gaan we dat deur eraan. En, maar dat is de hele dag van Zuid. Ja, we hebben 5 voeten op de dag. En dat is 2,5 uur in en 2,5 uur terug. Dus en om 6 uur ben we vrij. En dan is thuis en Nellis een glaasje bier. Ja, ik drink niet zoveel bier. Dan is dat mijn vrouw. Ik kloon met eten en ja, die angst. Dat was wel, hè? Niet te veel bier, zegt ze, maar dan moest maar weer weg. Ja, dat klopt. Het is heel verstandig, vraag is toch? Ja, dat heb ik ook. Dat is de ballon, hè? Ja, ik heb er al, jongen. Dit is mijn lust in mijn leven. Dit is mijn lust in mijn leven, jongen. Yo, boy! Boy! Op naar de volgende brug. Vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk. High five. Hoi. Hallo.
Dat is gaar. Als je nou weg wil. Ja. Huh? Niet zo handig, schat, hè? Nee. Nee, niet zo handig. Maar wel weer opgelost. Hè? Oké. Okay. Daar kusje erop. Zo. Zwaai maar. Doeg. Ja, mensen dag. Thuis zitten hier. Ja. En de sleutels zijn, dat is het belangrijkste. Ja, heel fijn. Ja. Geregeld. Yes. Klaar. Top. Nou. Dus ga. Hier is Pagedal. En nou waren de Lutnjan dat er blauwalg in zal zitten. Maar of dat zo is, er zijn genoeg in op het moment, hè. Nou is er ook een kioskje door verderop, op het strand. Ja. En er zijn wat enthousiaste mensen, zoals ik gewoon kijken of er nou blauwalg is of... Ja, maar dan wordt er niet gezwommen en dan valt het niet veel te verkopen, denk ik, of wel? En het is een summerperiode, want ze natuurlijk wel verdwijnt. Hier wel, gele stickers. Het staat erop, waarschuwing zie ik. Dat klopt, dus wel. Hoi. Hoi. Hm. Ja, die wilde zwemmen, maar die zijn blauwalg. Die mevrouw, die mag ik niet zien, hoor. De blauwalg is er niet. Zij mogen er ook niet in, zwemmen. Nee, die zwanen, die houden zich keurig aan, hè? Die denken ook van, bekijk hem maar even. Ja. Ja. Pas maar op met die blauwe alg. Ja. Niet doen. Die jongens, blauwe alg. Niet doen. Oh, het zijn wel waaghalsen. Kijk nou. Wikkeltjes. Zoals het weten dat de blauwe alg is hier. Ik heb er wel wat van gehoord, maar ik ga ook niet het water in hier. Nee, toch niet? Nee. Het is echt puur voor de zon en een bruine kleurtje. Ja, eigenlijk wel. Want als ik dan zo naar het water kijk, dan denk ik van... Nou, daar word ik niet helemaal vrolijk van. Ik kom ook net uit Italië. Ja. Niet te zien trouwens. Nee. Slecht weer gaat, hè? Ja, heel slecht weer. Ja, ik was er bang voor. Gooi nog lekker zwemmen, jongens, of niet? Nou, ik zit nog een beetje te twijfelen. Het zit nog wel lekker, maar ik heb ook niet echt bepaalde zwemkleding bij mij. Oh, maar het is hartstikke rustig en die zucht zo. Nee, dat is zo. Gewoon in de onderbox, een keer er zo in. Ja, klopt. Ja. Is dat blauw al zo hard, hè? Ik heb geen flauw idee. Nee, ik ook niet. Kies maar een mooi met een erachter komen. Ja, van mij moet je gewoon de mond dicht houden, dan wil het ook wel. Ja, een beetje kisten met jeukerij of zo van vrienden, Levi. Oh, kijk, dat wist ik niet. Ik ben gisteren weer teruggekomen. Ik denk dat het moet nog even weer bij gekleurd worden. Ja, dat is nog net. Ja, dat is nodig, ja. Hè? Dat is onze conclusie wel. Dus nou nog even rustig bikam. Ja, precies. Gisteren een beetje roegnachtje, ja. Dus, Loris, wat? Geen idee. En dan pak je zo'n kiosk. En dan moet je verdienen in de zomer, Rob. Ja. En dan is het afgelopen donderdag. En dan krijg je het bericht. Ja, blauwalg, een waarschuwing. Echt vreselijk. Is er nu een negatief zwemadvies? Nee, het is nu alleen een waarschuwing. Dus je mag in principe gewoon zwemmen. Maar ja, de mensen zijn gewoon bang. Ja, want dit is wat je ziet. Moet je kijken, je hebt een lege stand. Er liggen zes mensen. Dat is echt vreselijk, ja. En we hadden ons verheugd op een mooie zomer. Nou, het voorjaar is gewoon goed geweest. Ja. Maar nu gaat het echt beginnen. Je staat er nog vrij mond erbij, moet ik zeggen. Ja, ik ben altijd wel vrolijk van aard. Maar aan de andere kant raakt het me wel behoorlijk. Ja, ja, tuurlijk. En wat kan je eraan doen? Niks. We hopen gewoon... dat er een keer een flinke regen bij komt, dat er een nieuwe meting komt en dat het gewoon weg is, de waarschuwing. Toch de boel een beetje aan het klaarmaken? Ja, we hebben gelukkig wel veel vaste gasten die een kopje koffie komen drinken of een ijsje eten. En die steunen ons ook, die komen gewoon langs. Dus gisteravond gingen we ook pas om 9:00 weg. Dus dat zijn weer de mooie dingen. Matthijs? Hey, wat leuk dat jullie mij ook wat vragen. Oh, we hebben iemand mee, fantastisch. Ja, mooi. Ja, leuk hoor. Heb je nog iets waar we naartoe moeten? Ik heb nog wel een leuke tip. Ik krijg van Jan Stel binnen dat Ineke vandaag 50 jaar is geworden in ons wedden. Welke Ineke? Ineke Smit. Here we come. Kijk, dat is mooi, Jan. Ja. Als je zo aan de rondrieden bist... tussen Knol en Onstwedde, Ter Maars. Ik kom ze nog eens wat tegen. We rijden hier over deze weg. En deze man die stond hier aan de kade van... Wat doe je hier? Komt deze kade op. Ja. Dus hij is hier 24 jaar geleden. Zeggen net, ik treden kwam vanuit Amsterdam. Ja. Wat hem hier bracht, weet ik niet. Dit was dan een bouwval. En hij is er trots op. Hij wil het laten zien. Dus nou, ik zeg, laat maar zien. Ja. Op goed Gronings, wat een doldersplekje. Ja, mooi hè? Ja, dat is fantastisch. Wat heeft hij hier gebracht? De vrijheid, de rust, het beter kunnen worden van allerlei rotzooi in het lijf. En een burn-out, dus en veel kanker. En, veel kanker? Veel kanker, melanomen. En, dat is nou goed? Dat is allemaal goed nu. Dat mede is, door de omgeving hier? Absoluut. En door het werk en door stressvrij te zijn. Ik heb een koevas, dat is een enorm groot beest. Misschien wil ze even komen. Beest? Ik hou van beesten. Wat voor beest is het trouwens? Matthijs. Ja. Matthijs.
Moeten we voor jou. Een hond. Iets met beesten doen. Dat is leuk. Ja, ze is echt heel lief. Ja. Ze is zo graag herdershond. Het zijn wel die hele grote, toch? Het zijn hele lieve, want ze worden als pup worden ze bij 7 schapen gezet. En die beschermen tegen wolven en beren. Het eigen is ook net een schaap. Nou, ik ben eerder een beer. Ik zal even kijken of die wil komen. Dus zo erg is het met haar. Matthijs, ga jij even voor. Ja, Matthijs, ga jij hier maar staan. Zo. We wachten wel. Ja, prima. Blijf staan. Daar komt hij, Matthijs. Ja? Oh, daar is hij. Oh, daar is hij. Oh, dat is gek. Dit valt mee. Dit is te doen, Matthijs. Ja. Gaan we naar Matthijs. Ja. Ja. Oh, wat een. Het is ook net een schaap. Dank voor het inkijkje hier. Bijzonder. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. En ik vind het hartstikke leuk. Ik denk, wat is dat getoeter hier op de weg? Even checken. Ja. Ja, hij toetert wel veel, hè? Ik zal minder toeteren. Dat kan niet missen. Dat kan niet missen. De rolluik ben wel dicht. Ja, dat is in de zon, hè? Van wie waakt ze wie de buurt zorg? Oh ja? Ja, ik denk het wel. Thijs, pas nou op. Volk! Ja, daar kunnen we niet langs. Moeten we hem zo. We gaan gewoon dit gaan langs. Als je jarig bent, dan moet je toch gewoon thuis wezen, of niet? Ineke? Vanaf dit gaande, Ineke? Ja, jammer. Noem ze ons Admol. Hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. Volgens mij hebben we beet, of niet? Een beet. Ineke, hè? Ja. Vanavond gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 50 jaar. Ja, wat leeft hij dan? Bro, hè? Hou vuil dat. Oh, nog net als rustig eigenlijk, hoor. Valt alles sinds touw dus? Ja, dat niet zeer. Nee. Die huren hem nooit vertellen. Nou, ik verzorg jou zo'n stem, dat is toen laag. Word je maar vroegen, hè? Ja, nee, ja. Nee, ik heb niks te vroegen. Je mag maar alles vragen. Je maakt hem gerust een interview. Nee. Ga je gerust in haar. Nee, man. Ik ben half leuk. Yo, veel plezier. Ja, sowieso, hè. Mooi, mooi. Is de meute weer toe of zo? Ah, het is de blauwe ijs. Is de blauwe ijs? Ja, vreselijk. Ja? Maar wel mooi dat ze dat stuk trap nog bij mocht hebben. Dat was vorig jaar was dat nou zo. Als ik trap, dan komt er water uit. Laat eens zien. Kijk hoor. Ja, komt hier. Er water uit. Ik heb zo'n festival en de man die vrouw doet nog de kleren kijken ook, hè? Ja, wel mooi spul. Exclusief, hè? Oh, is het exclusief? Ja. De rest ook kijken, hè? Ja, zeker. Jij ziet er mooi uit. Dankjewel. Wel eens een nieuwsgierig hier op de vrouw. Ja, de vrouw. Hoor. Ja? Ja. Mooi. Mooi. Wat zie je er prachtig uit, meid. Ja, bedankt. Ja. Heb je het zelf al gezien? Is er een spiegel voor gehouden? Ja. En hoe lang ga je dan niet douchen? Heel lang. Je hebt groot gelijk. Ik wil je alleen vriendelijk goeiedag zeggen. Meer naar. Oké, nou dan bied deze. Dan zeg ik vriendelijk goeiedag terug. Wordt dit uitgezonden? Dat is ook wel knap. Drokte, duizenden mensen hier op Aardcarnivalen. En dan die rust waar te vinden. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat hier op Aardcarnivalen nog alleen deur. Knap gezellig. Dit was Expeditie Grun. We verdoog. Aan de week is een van mijn collega's er weer. Hier vanaf een gezellig terrasje. Heel geen, tot een andermaal. Fijne avond. Hoi.